Auto Westerveld, ja, waar staat Auto Westerveld voor? Geen poespas, geen mooie verhalen, gewoon zeggen waar het op staat. Old papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I wanna say I haven't said before. But to use your words, you can never be too sure. See, even though I don't always show, I'm glad that you're around. Hoe is gewoon persoonlijk ooit, hoe is dat ontstaan? Ja, eind gewoon in ons familiebedrijf ingekoord. Want, nou ja, ik heb mijn grootvader, mijn opa, die ooit met het bedrijf begon in 1921, ook persoonlijk wel gekend, maar goed, toen was hij al op leeftijd. Maar van de verhalen die ik daarvan gehoord heb, ja, was dat toch vooral ook gewoon persoonlijk. Jaren was die techniek, ja, de eerste auto's kwamen op de markt en er waren wel motoren. Maar Senderen was toen nog kleiner dan nu Senderen is. Dus geen traditie voor auto's en motoren. Dus hij is vaak echt begonnen als fietsenmaker. Maar ja, dat heette toen natuurlijk geen fietsenmaker, dat heette rijwielhersteller. Hij timmerde best op zijn manier een beetje aan de weg. Met soms prachtige leus, koop uw rijwiel met hulpmotor bij de man die hem ook repareren kan. En ja, zo komt er van alles bij. Was het mijn vader, was het Gerrit, die de leiding van die zaak overnam. En ja, toen kregen die auto's de hoofdmoot. En toen werd het vooral de reparatie van de auto's, maar ook de verkoop. Toen begon het bedrijf een beetje te groeien. Een tijd dat je eigenlijk, ja, dat je eigenlijk bijna dag en nacht voor het bedrijf klaar moest staan. Op welke manier hij het bedrijf heeft uitgebreid. En hoe hij met klanten omging, hoe hij met zijn medewerkers omging. Gewoon persoon. En het was in het begin van de 80-jaren toen ik in het bedrijf kwam. En ook een beetje door huiselijke omstandigheden. Mijn vader zei van, ja Han, het is beter dat jij het nu doet. Dus op vrij jonge leeftijd eigenlijk de volledige leiding van het bedrijf overnam. Ja, toen is er wel het een en ander veranderd, want dan ben je jong en dan wil je wat. Hartstikke trots dat ook inmiddels de vierde generatie met zoon Harmen ook in de zaak zit. Ik denk wat ons allemaal bindt, en dat zie ik ook als ik naar Harmen kijk, dat we geen poespas hebben. We willen gewoon zijn, we willen het goed doen. Eerlijk doen.
staan we er vandaag de dag als dit. Gewoon persoonlijk.